Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. En ik ben thuis bij Marijn de Vries vandaag. En als je meer over haar wil weten en het mooie werk dat zij doet, kijk dan even naar de andere video waarin ik met haar in gesprek ga over onder andere haar mooie werk bij Granny Yoga. Nou, gelijk over de Granny Yoga. Ik ben heel benieuwd naar alle yoga outfits die jij hebt. Er zijn er heel veel. Tenminste, ja. Ik draag vaak leggings. Dat vind ik lekker, maar dat is ook dat draag ik ook bij yoga, maar ook gewoon. Ja. Deze heb ik net nieuw. Heb ik net een aantal weken. Dat is wel echt. Sowieso vind ik deze kleur heel mooi. Dat hangt nu niet echt heel erg op het rekje, maar ik heb het wel in ieder geval. Ja, turquoise, groen, super mooi. Ja. En het is ook mooi, want omdat ik vaak leggings draag met printjes. Als ik dan yoga geef in het verpleeghuis, dan beginnen ze er altijd over. Laatst was er ook een vrouw die zei, je hebt zo vaak van die leuke broeken aan, met allemaal van die kleurtjes. En toen zei ik, ja, dat zijn leggings. En toen dacht ik, ja, dat kennen ze niet. Toen dacht ik, ja, de mayo's noemen ze, volgens mij noemden ze dat vroeger. Dit is echt een yoga legging. Ja, maar draag ik ook gewoon hoor. Oh, oké. Okay. Het is echt een yoga legging. Het is ook echt een sportvariant. Hij is ook hartstikke dun, dus hij is eigenlijk veel te koud voor nu. Maar met een hele goede trui erop, dan kan het wel net. Kom je er kan, wel mee kan weg? Kan ik er mee weg. Dit is een legging met een vreselijk slechte bovenkant. Oh, die zou ik nooit, dat mag ook echt niemand. Nou ja, dat ziet nu iedereen. Wat staat erop? Dat weet ik echt niet. Don't underestimate me. maar ik vind de print, ik vind zo'n luipaardprint dus heel tof en het is heel moeilijk om te krijgen. En ik zoek al heel lang een yoga legging, maar die is de hele tijd uitverkocht. Dus dit is een alternatief. U zei je net al stiekem tegen mij dat deze een hele mooie betekenis voor jou heeft. Ja. Vorig jaar ben ik naar India geweest. En India, daar kom ik regelmatig. Tenminste, ik ben er nu al 5 keer geweest. Dus het is echt mijn tweede thuis. Ja. En vorig jaar ging ik net voor de kerst teruggekomen naar Nederland. Na 3 maanden India. En het plekje waar ik 7 weken heb gezeten, daar was een winkeltje waar ze van deze prachtig mooie, overgooiers noem je dit in, volgens mij vroeger. Sjaals verkochten. Poncho is het, denk ik. Ja, poncho, ik zit niet zo echt in de termen. Maar en ik heb daar volgens mij, ben ik daar 4 dagen af en aan geweest, want die waren best wel prijzig. Voor Nederlandse begrippen niet, maar voor Indiaanse begrippen en dus mijn budget wel. En toch heb ik net de dag voordat ik, nee, zelfs de dag dat ik vertrok, heb ik hem toch nog gekocht. Omdat ik hem zo mooi vond. En hij is zo lekker warm. En het is een mooie kleur. En hij is, ja, dus het is, en het is dus een hele mooie herinnering aan mijn tijd vorig jaar in India. Ja, dus ja, zeker. Vandaar dat ik deze, ik mag op het rekje. Voor mijn neus hangt ook nog echt een hele mooie chique jurk. Ja. Niet iets wat ik jou elke dag zou zien dragen? Nee. Nee, dit is, deze jurk heb ik afgelopen september aangehad op de bruiloft die ik zelf organiseerde samen met een vriend van mij. En toen vond ik deze een hele dure jurk die eigenlijk nog niet perfect zat, maar wel gewoon precies de kleur, precies wat ik wilde. Dus toen heb ik er ook nog een smak geld tegenaan gegooid om hem perfect te laten zitten. Ja. En hij stond echt super mooi. Dus ik dacht, ja. Dus het is in ieder geval een hele. Nou, een herinnering aan echt een hele toffe bruiloft die ik natuurlijk zelf heb georganiseerd. Ja, ja, ja. En het valt me wel echt op dat dit soort kleuren jou heel erg trekken. Wat je nu aan hebt ook in het vest. En echt een beetje de herfstkleuren. Ja. Ja, dat klopt wel. Een beetje dat groenige, bordeauxrood. Ja, ik zag hier echt iets wat ik meteen ook heel leuk vind. Ja, ja. Dat is mijn enige tuinbroek en dus ook van het beetje van het, wat is dit? Suède? Nee, wat is het? Suède, hoor mij nou. Nee, het is ribstof. Rib en een beetje van het fluweel. Ribfluweel. Ja, rib uit mijn lijf. Dat is een mooie, volgens mij, dat was het ook echt. Volgens mij heb ik die vorig jaar ergens in oktober gekocht. Was echt heel duur en ik denk dat ik hem 1 keer aan heb gehad. En ik zou hem ook nooit verkopen of weggeven, want ik vind hem zo mooi. Ja. Maar ik heb hem toen denk ik al een beetje te klein gekocht. En ik hou wel van, als het zeker om dit soort dingen gaat, hou ik er wel van als het wat losser zit. Dat vind ik eigenlijk bij een duimbroek ook. Al weet ik ook dat het mode kan zijn als hij een beetje strak zit. Vind ik niet. Ik vind dus dat ik daar te dikke billen in heb. Dus misschien, hè.
ooit nog is. Maar dit is wel echt, dit is wel de miskoop van 2016. Zonde. Helaas. Dit is mijn lievelings. Maar helaas is hij niet van mij. Hij is van mijn beste vriendinnetje. Ik zal hem ook één deze dagen wel weer terug moeten geven. Maar ik heb in ieder geval de afgelopen week heel erg van genoten. Ik had hem vorig jaar had ik hem ook al aan. Ja. Dit is wel echt een kleur. Het past mooi bij mijn muur. Maar ik vind dit echt zo'n ontzettend mooie kleur. Ja. Maar helaas is hij niet van mij. Dus, maar het is wel, hij valt in mijn lievelings top 3. Want doen jullie dat dan vaak, jij en je vriendinnen? Dingen uitwisselen? Ik denk dat met mijn beste vriendin dat nog wel doe. Zij heeft afgelopen zomer ook wel een andere miskoop regelmatig aangehad, een rok. We wisselen af en toe wel eens wat uit. En dat gaat dan vaak om truien of een shirtje. Vind ik ook leuk hoor, om te doen. En je krijgt het wel weer terug ook, meestal. Ja hoor. Deze wil ik liever niet teruggeven, maar het moet. Tuurlijk, ja. En als je veel, als je veel kleren hebt, dan vergeet je ook wel eens wat als je wat hebt uitgeleend, maar dat is ook niet erg. Ja, maar dan mis ik het dus ook niet je favoriet. Nee, mis ik het ook niet. Nee. Ik heb jou wel eens gezien in deze jurk. Ik echt ontzettend leuk staan. Is dit echt ultieme Marije ook? Lekker relaxed? Ja. Het is, ik vind en de kleur heel mooi. Een beetje dat leverroze vind ik heel tof. En ik vind het gewoon heel lekker om een legging te dragen en dan een groot ding eroverheen waar ik een beetje in kan wegzakken op de bank. Dit is dan echt. En het is mooi, want je vroeg inderdaad van ga eens door je kast. En omdat ik zoveel kleding heb, vergeet je gewoon dat je dingen hebt. En toen kwam ik deze tegen en dacht ik, deze heb ik vorig jaar zoveel gedragen. Dus ik ben heel blij dat hij er nu weer bij hangt, want morgen ga ik weer aantrekken. Ja, hij is echt mooi. Ja. Nou, vind ik dit een mooie combinatie tussen en wat ik lekker vind zitten, wat een beetje gewoon casual kan, maar wat je dus ook als je iets feestelijks hebt, wat je dan over iets heen aan kan trekken, waardoor het lekker warm is. Maar ja, het is een mooie combinatie. Ik heb er dus nog niet heel veel aan gehad, maar wel ik ben er wel blij mee met deze aankoop. Topper voor deze winter. Nu zag ik natuurlijk deze hele geestige schoenen. Ja. Vertel eens. Deze heb ik denk ik 4 jaar geleden op de markt gekocht. Echt een pareltje, zeg ik het zelf. Heel blij mee. Super warm en voor de winter natuurlijk perfect. Maar ook weer, als ik een legging draag en zo'n slobbertrui, dan passen deze er prima onder. Dus leuk. Dit is gewoon heel lekker lopen. Ja. En ik vind ze er ook nog heel leuk uitzien. Ik krijg er veel complimenten over deze laarzen. Waar heb je die gekocht? Kan niet, tweedehands. Oh, ze zijn tweedehands? Ja, ja. En ben jij heel erg van de accessoires? Want je hebt nu een hele leuke band in je haar. Ben jij van dat soort dingen? Ja, ik vind bandjes in mijn haar heel leuk. Maar ook oorbellen vind ik leuk. En ik vind ringen wel tof. Maar het is ook zo dat ik aan tasjes en zo, dat heeft geen zin. Het is hetzelfde als dat als mensen naar een bruiloft gaan. En ik heb afgelopen jaar geleerd hoe zo'n klein tasje heet. Klutsch? Klutsch, ja. Ja, wist ik echt niet wat het... dat is echt niks voor mij. Ik op een bruiloft doe ik liever een telefoon zo in mijn jurk. Maar ja, dat kan dan dus niet, dat ziet er dan niet uit. Nee. Maar tasjes en zo, dat raak ik allemaal kwijt, joh. Maar dus een band, dus alles wat ik gewoon niet kwijt kan raken. Ja, alles wat ik niet kwijt kan raken, dat is aan mij besteed. Oké. Nou, heel leuk om te zien. En ik vind het ook echt ontzettend Marij. Lekker relaxed, casual, beetje gek, beetje apart. Dus dankjewel dat we een deel van jouw garderobe mochten komen kijken. Leuk. Heel leuk dat je was. Ja, nou jij bedankt. En voor jullie heel veel dank voor het kijken. Ik hoop dat je de video leuk vond. Vergeet niet Marij ook te volgen met al haar yoga-avonturen. Ze schrijft altijd hele leuke verhaaltjes daarover. En voor jullie tot de volgende keer.